Bikepark Mook. Ja, dat is, die moet je nou van links naar rechts, van rechts naar links brengen, hè? Die laatste, wat vroeger die dubbel was. Kan je nou rechts springen en links landen? Dat is de bedoeling eigenlijk. Maar dat is, moet je een flink sneller, dat is eigenlijk niet. Dat wiel je eigenlijk naar achter, dan land je altijd te veel naar achter. Dan heb je die met die dubbele kolmocht daar, dat je hem eigenlijk hoog uitrijdt. Dan heb je geen last van die hobbelen, hè? En dan kan je die volgende ook weer hoog inrijden.
En die rollers gewoon proberen te absorberen, goed door je knieën gaan. Je bovenlichaam stil houden en eigenlijk die hele bult absorberen. Dat is, doe je eigenlijk ook met springen. Hè. Kijk, die sprong, al naar gelang hoe dat bergje is, bepaalt je vluchtlijn en hoe hard je rijdt. Maar ook of jij bij de afzet iets door de knieën gaat, dan maak je een hele vlakke sprong als je eigenlijk de afzet iets absorbeert. En springen zelfs nog een beetje mee, dan maak je een veel hogere sprong. Ja. Dus als je, want sommige bulten die liggen niet in de flow van de baan, dan moet je ook een beetje met de afzet gaan reguleren. En dat leer je eigenlijk met die rollers te absorberen, leer je dat heel goed.
komt ie. Yeah, the black one. Woo! Nice. Thank you.
Oh, dat was wel even een lijp jumps. Ik dacht, fuck, ik kan niet langzaam gaan, dan land ik er tussenin. Fuck it, dan raak je zo achterna. Je hebt hem gewoon gepakt? Ja, ik was gepakt. Netjes, maat. Netjes, maat. Zo, na die wildtail. Ja, dat wel. Nee, die wildtail was in een klein gapje. Ik zo, ging net. Dat ging prima. Ja, ik twijfel, toen ik nou net links van gegaan op hier. En ik denk, ah, die komt daar niet. Dus ja, aan de grote drop die hebben. Ja. Het is goed gaan, hè? Ja, hij knapt naar beneden. Zet, hè? Ja, hij heeft gewoon de wildtail gedaan, nice. Ja, hij ja, durft alles, hè? Een beetje weg van jou, het zal een naam liggen. Ja, dat is. Dan maak ik meteen gaten, hè? Hij komt op dezelfde trein en zo. Even warm rijden. Ja, even warm rijden, jongen. Ja, door de knieën, ja. Nog hoog uitrijden. We'll be right back.
samen, ik heb al bij genoemd. Meer te worden, hè? Ja, klopt.
kan zijn dat je buitenband verdraaid is ten opzichte van de velg. En dan trekt hij de binnenband wat mee en dan trekt hij de ventiel scheef. Je kunt het zien, is het aan deze kant? Ja, ik zie het. Ik hoorde het daarnet al. Hier kun je erin kijken ook, dan zie je echt een hele cirkel. Ja, als je dan binnen buiten gaat staan, ja, dan moet dat wel. Of het wiel is iets schever gaan staan ten opzichte van wat het is, man. Dan moet ik even diep. Nee, dat kan met backspin landen, dat je buitenband draait ten opzichte van de velg. Ja. En dan trekt hij de binnenband mee, maar die binnenband kan niet meedraaien, want het is in een ventiel. Dus dan trekt hij die ventiel scheef. Kom, moet je thuis de lucht eruit laten. Een beetje met die band draaien, dat je ventiel weer recht komt. Spanning, want dan begint het scheurt hij ook. Hè. Scheurt hij ja, daar ben ik een beetje bang voor. Het komt doordat je kunt dan een stalk voeden. Thank you.
kant gedrukt, hè. En allemaal gelang, ja, hoe die gedrukt is, hè. Dat is ook toch haast weer, hè. En, wisselen? Huh? Goed. Oh ja, wisselen. Die liep me nu over een aas dan weer. Ja. Dat is schwierig toen we aanvangen. Logisch. Nou, dus wij weer uitvaren. Hoe lang heet die accu door? Hoe lang zat ze? Ja, die is een stijl kleine, 60 à 70 kilometer. Dat kan ze een paar maal over runterfahren, wa? Ja, hier. Ja, hier is een ganse middag. Ja. Ook recharge when you go down. Ja. Een beetje. Zo ja. Sehr abhängig von der Geschwindigkeit. Wenn wir 20, 30 fahren, dann kann man schon weit fahren damit. Aber wenn man schneller fährt, dann kommt die Windgeschwindigkeit. Ja, und das ist quadratisch. Also wenn ich 30, 40 oder 50 fahre, dann ist der Akku doppelt so schnell leer, wie wenn ich ruhig fahre. Und hier fährst du eigentlich nicht schnell. Hier fährst du auch nur 25. Ja. Also ganz ruhig den ganzen Mittag auf Spielen hier mit einem Akku. Nein, nein. Illegal. Unversichert. Ist eine Lücke im Gesetz. Ein Automobil hat zwei Räder, ein Lenkrad und zwei Blinker. Da haben wir alles nicht. Also wir sind kein Auto oder kein Fahrzeug, so muss ich sagen. Und deshalb können wir uns nicht versichern und deshalb dürfen wir nicht auf die Straße, weil man muss versichert auf der Straße. Das ist ja so ein Kreis. Also wir tauchen im Wald und verstecken uns. Wir fahren viel. Die Fahrradstrecke da hinten, dürft ihr die fahren auch dann da hinten durch den Wald? Ja, wir haben schon die Förster getroffen und wenn wir uns benehmen, dann drücken die in den Augen zu. Aber wir müssen dann auch nur auf die Strecke bleiben und ja auch Acht nehmen auf die anderen Gebraucher von Wald. Und das ist Willkür. Wenn ein Förster, der was eine schlechte Laune hat, der macht da gleich Scheiß draus. Und genau mit der Polizei in Holland. Manche, die machen, oh, was ist denn das für ein tolles Ding, darf ich auch mal probieren. Und die andere, der schreibt dir gleich einen Strafzettel. Oder der nimmt dir das Gerät ab. Ja? Ja.
Ja, wenn du einmal schon eine Warnung hast, dann konfiskieren die das, das Rad, dann ist es los. Ja. Und dann kommt eine ganze Scheibe, dann kannst du das vor Gericht gehen lassen und dann kommt wieder. Ja, aber das ist ja kein Fahrzeug. Und hätte auch verbalisiert wegen unversichert mit einem Fahrzeug auf der Straße. Und da sagt, ja, Richter, wir sind ja kein Fahrzeug, ich habe ja keine zwei Räder. Da sagt der Richter, okay, das muss wieder rückgedreht werden, aber dein Rad ist schon verkauft. Ja. Also, da haben wir schon geredet mit die Club-Leute hier und die sagen, ja, die machen da kein Problem raus, wenn wir uns benehmen. Nee, aber ja, das ist auch im Wald so. Wenn, da sind ja mehrere Brauche, die Hundebesitzer und die Reiter, die Pferde. Und die Strecken, der Strecken, die sich da vor. Muss ich schon anhalten einfach. Ja, ja. Aber macht Spaß. Ja, tschüss. Mach mal Ruhe, ne? Ik kom sinds 30 centimeter te kort. Ja, ja, dat scheelt ook niet veel. Dat is stuk. Ik kom ook steeds net, ik kom niet goed genoeg in balans uit die gaps. En dan heb je net een meter te kort. Ik kom eerst maar een klein stukje. Dus als je net die rand is, scheet landen, dan doet ze nog zo'n wedstrijd aan.
Heerlijk, hè? Ik ben een mooie, alle kerst.
Kees de net. Kees de net. Benen. Ja, ja. Ja, doe, nou, rustig met Joeri nog even. Ik zal hem en dan ben ik ook klaar. Ja, ja, toch gaat in de benen, hè. Dan komt daar ook regen. Dat gaat precies goed met weer. Kijk of ik hem nog vanuit de wereld wil ook al. Waar genoeg, hè? Ja, met goed voorgedaan. Ja, goed voorgedaan, snelheid. Opgepept. Als je alleen bent, dan, dan is dat anders. Als ik roep je, dan wil je toch. Ja, ja, ik heb ook een beetje in de mate de dag voor. Oké, film ik jou. Bouw moet je nou flink op snelheid doen, hè? Die rollers goed absorberen. Ja. In de combo vaart maken. Heel thank you.
Schijn, ja, ik zag hem, maar hij is ook omdat je moe wordt. Gaat ie? Ja. Precies op het randje. Kees hem net, hè? Dit is een dubbele opdoffer. Ja. Ik heb nog mijn crashpans aan. Op de daal raak je gewoon de vloer. Bij de landing. Ik heb hem op film. Kijk uit, er komt wat aan, hè? Kijk uit, er komt er eentje. Achtung, achtung, pas erop, pas erop, pas erop. Maak je blauw en een mooie op de snelheid. Er zitten een paar mooie jumpjes in. En dan eerst hier die twee tafeltjes, drie tafeltjes en dan naar het blauw oversteken. Oh. Links, links. En dan kun je die lip van de gap meepakken om naar links te springen. Oké. Oh zo, daar. Ja, 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 ja. Kun je, als je dan net op het randje rijdt, heb je daar iets meer wipper. Ik pak eerst even blauw, ik rijd het blauw niet even terug af. Ja, ja, het blauw even erin komen. Ja. En dan die tweede en dan stoppen we. Kijk, dat is ons deel. Kan je mooi niet meer lopen. Ja, het komt niet zo goed.
Nou, dat was Mook.